Sinds zaterdag 17 november zijn Sint en Pieter weer in Nederland. En natuurlijk heeft iedereen zijn aankomst in Roermond op tv gezien. Sint en Pieter hebben beloofd hun best te doen om geen enkele plaats en kind te vergeten. En het lukte hem om op zondag 18 november Hulsel te bezoeken en vragen van kinderen te beantwoorden. En natuurlijk kreeg iedereen een cadeautje. Dag Sinterklaas. Dag, goedendag, hallo. Bent u blij dat u weer in de Hulsel bent? We zijn geweldig blij om hier weer te zijn met z'n allen. En ondanks het weer, hoeveel kinderen dat hier wel niet zijn. Geweldig om te zien. Geweldig hè? Waar een klein dorp toch niet groot in kan zijn. En mogen ze vanavond de schoen allemaal zetten? Natuurlijk, dat mogen ze allemaal doen. En niet vergeten hè. Dat mag en liedjes zingen. En Americo heeft het liefste een worteltje met een paar suikerklontjes. En een borreltje van Zwarte Piet. Nee. Zwarte Piet, geen borreltje. Nee, zeker niet hoor. Dat mag niet. Ook niet van om het warm te krijgen? Nee, lekkere warme chocolademelk met slagroom. Dat mag nog wel. Hè? En je mag dat boek vragen aan Sinterklaas? Nee, want dan mag ik vasthouden. Dan mag je gewoon vasthouden. Nou, kei leuk. Wie was je kwijt? Ik was mijn Pietje kwijt. Nou, hallo. Durf je dat zo in de microfoon te praten? Dat mag hoor. Hoi. Wat goed. Dankjewel. En niet alleen lieve kinderen, ook de papa's en de mama's. Dit boek is uniek. Waarom? Dit boek is het Hulselse boek van Sinterklaas. Hoeveel Sinterklaasliedjes zijn er? Ja, dat is een goede vraag. Ik zal je zeggen, dat verandert ieder jaar. Echt waar, want er komen ieder jaar nieuwe liedjes bij. Zo is er een nieuw liedje en dat heet de Zwarte Pietenstijl. Hop, 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 Zwarte Pietenstijl. Hop, 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 hop. Ja, Hulsel is natuurlijk ook niet zo'n heel groot dorp. Maar wel een belangrijk dorp, dus ik heb speciaal voor Hulsel in ieder geval alle cadeautjes meegebracht. Dus die kunnen de kinderen daar achter mij komen halen. Er zijn wel veel kinderen, Sint. Het zijn heel veel kinderen, maar gelukkig hebben we genoeg cadeautjes bij. Hè, want voor iedereen hebben we wat bij. U geniet er wel van. Ik geniet er werkelijk enorm van. Maar dat is ieder jaar hier in Hulsel, dus ik ben niet verrast. Ik wist dat het hier zo gezellig zou zijn. Ja, u bent goed op de hoogte van alles. Jazeker, absoluut. En ik vind dat jij hele mooie krullen hebt. Net als die van Sinterklaas. Ja, mooi. Mooi hoor. Ja, hè? Zet een boot op en een beer en een paardje. Ga maar gauw kijken wat erin zit. Hè? Dankjewel. Graag gedaan hoor.